Na 2,5 jaar hard werken is het eindelijk zover en wordt vandaag het waterstoftankstation op Heinoord geopend. De ambitie van de provincie Zuid-Holland in het kader van duurzaam openbaar vervoer is om uiterlijk 2030 alles zero-emissie te hebben. Wat hier vandaag gaat gebeuren is dat het waterstoftankstation, waar de 20 nieuwe bussen zullen gaan tanken, geopend wordt. Maar waar ook in de toekomst bijvoorbeeld vrachtwagens kunnen tanken, zodat we niet alleen voor het openbaar vervoer zero-emissie gaan rijden. As CEO of Everfuel, this is one of the proud days. This is one of the days where it's really cool to go to work. Because now we're here, we are live. Things have moved from being a vision to reality. And that's what it's all about. Nou, op dit moment zijn we super trots, want we zijn 2,5 jaar bezig geweest. En dan ook nog gedurende de COVID-pandemie. En gaan de bussen vandaag rijden. Ik ben het meest trots op dat we als bedrijf deze stap maken naar een schonere toekomst. En dat passagiers daarmee kunnen vervoeren.